It's all I wanna do. Welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal. Het is en vandaag spelen een potje Team Damage op de map Combine. Ik ga spelen met de Vision Pills Specialist Charitar, of Charitar, ik weet niet hoe het uitspreekt. En met de VMP Submachine Gun natuurlijk. De VMP is laatst gepatcht, waardoor de hipfire iets naar beneden is gebracht, geloof ik. En het aim, het ADS, oftewel aiming down the sight, is of iets omhoog of iets naar beneden gaan. Een van die twee is het. Maakt me niet belachelijk als het niet zo is, want... Ik lees ook niet alles drie keer goed door, maar ik heb in ieder geval een long barrel en een grip op staan. En ik heb natuurlijk weer de non-lethal attachments aanstaan. Want ik ben een beetje aan het trouwen van die nucleus. Op dit moment stond mij niet, maar we zijn gewoon de hele dag even lekker voor nucleus aan het spelen. Ik heb echt een paar chokes gehaald. In de video van hiervoor heb ik er ook eentje gehaald, zoals jullie misschien wel hebben gezien. En we hadden al gelijk bijna triple, maar ik moest reloaden. En er zat drie man daar binnen. We weten dus ook gelijk hoe de enemies spelen. Ze rennen er niet op af, zoals je zagen. Dus, dat wordt leuk. Let's go. Spannen ze aan de andere kant van de map. Hoehoehoe! Rekt houden. Ja. Oh, yes! Assist suicide. Ik dacht al, jongen. Bam! Want ik had die ene gozer gekillt en dan gaat direct je trapmine weg. Tenzij je niet respawnt. Dus voor alle campers en gewoon mensen die een challenge willen halen. Bijvoorbeeld met de hive specialist. Als je doodgaat en dan lopen mensen op de plek waar jij je hive hebt afgeschoten. Kijk je killcam af. Dat wil wel, ook wel eens helpen. Oh my god, en mijn fucking... Hoe heet dat? Vision Pulse liet zien dat er mensen waren, maar hij liep al binnen. En ik zat met mijn gedachten dat hij buiten was. Dat was niet zo. Dus Chester, je bent weer lekker bezig. En hij zat boven. Dat was dus zo'n glitchje daar zo, hè. Want dan denk je dat hij boven zit of zit hij beneden. Daar heb ik vandaag hier heb ik mijn 25 plus streak op gehaald natuurlijk. Toen werd ik gekild door een haymaker. Omdat Tom ging boven dood. En Tom zei hij zit boven. Dus ik roep mijn hater in. Om te kijken of hij daadwerkelijk boven zat. En er zat dus beneden met zijn heemaker in dat hoekje. En ik dacht echt zo... Fuck off. Maar ja. Dat kan ook gebeuren. Dat hoort bij het leven. Ik ben nou helemaal die choke masters. Zodra ik op 20 plus streak haatkalf doet hij mij. Gaat ze allemaal boezen tegen me brengen. Maar ja, I don't care. Ik heb alsnog een paar nucleus gehaald in deze game. En daar gaat het om. En mensen moeten even stoppen met campen. Oké, okay, let op. Kijk, kom eens met z'n allen. 1... 2, komt er nog één achteraan. 3, zit er hier onder mijn eentje, dus ik kan even mijn UAV in. Komen ze weer naar binnen. Ja hoor. Komt er nog meer. Ze gaan gelijk alles eruit knallen, let op. Gaat hij AFK of... Nee, dat deed hij niet, maar ik heb ook nog mijn hater. Let's go. Hij zit duidelijk boven. Oké, okay, hij pleegt suicide. Met zijn, hoe heet dat ding? Ik weet even niet hoe dat ding heet. Tripmine, dat was het. Ik bleef hangen aan die deur. Fucking post. For fuck's sake. Oké. Okay. Moeten nog, zo. Moeten nog, 13 kills hebben gewonnen. Zo, triple on screen, let's go. Zo doe je dat. En de Vision Pills is best wel ook, ja, buiten de kill special is natuurlijk best wel chill te gebruiken als je een nucleus wil halen. Gewoon omdat je dan, oh fuck. Gewoon alle enemies eigenlijk kan zien in jouw omgeving, dus. Ik heb liever een kill specialist, omdat dat natuurlijk meetelt voor je kills en je dan iets sterker bent. Maar dit is ook chill om te gebruiken. Dus ik blijf nou gewoon even lekker deze gebruiken. Hopelijk spannen ze voor me. Ja. Let's go. Voor mij heb ik een triple final. Maar we hebben echt een lekker potje neergezet, jongens. 36-7 is de eindscore. Dus ik weet niet of het de triple final is. Ja, 1. 2. En daar is nummer 3 natuurlijk.
bam, 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 dood. En er stond daar zelf nog één iemand op de trap. Dus gelukkig dat ik daar niet door ben gerend. Want anders had hij me zo gepakt met zijn site. Jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ons eindscore is 36-7. En ja, super bedankt voor het kijken naar deze video. En tot morgen. Dus jongens, zoals ik het al zeg. En mijn poppetje doet. Doei!